Het is de niet overwinning in deze categorie voor Boris van Kessel.
En achterin het veld was nog een kleine valpartij. Van de man het veld van Alstom genaamd Bob Smits. Ja, gaat het wel inderdaad. En Ritten is even getrokken. En dat zijn de eigen klasse van 12 jaar. En wie zien we daar? Zien ze naar voren komen? Het is Isa van Dinter. Isa van Dinter. Maar het is ook onze kanker. Die zit er nog heen bij je. Komt er nog wat. Hij zit er. Dan zien we het gerekenen op 3. En het is Wagen van de 4. Dat Wagen van de 4. En dat komt er niet voorbij. 1 en 6 te zijn. Maar 2, 3 en 4 zitten zodig bij elkaar. En we gaan verder met de meisjesklasse van 13 jaar oud. Het is weer een volle gitaar voor deze dames. We gaan eens even kijken welk spektakel ze er allemaal gaan maken. Het is voor Zandvoort, zij zit op 1. Dan zien we Jacobs op 2. Van de Kering op 3. Hoogak op 4. Hoog op 5. En dan zien we ook nog erbij. Is het volgens mij Chelsea Broekmeulen. Dat waren volgens mij de eerste 6 dames. Gaat dan wat spelen. Het komt het schuim steeds dichter in elkaar. Het schuim steeds dichter in elkaar. Maar het is voor Zandvoort nog steeds op 1. En Jacobs op 2. Voor Lotte van Zandvoort. We gaan verder met de huidige klasse, de laatste finale die we hebben. 14 jaar oud. Wie gaat hier nog een de grote pingels pakken? Het wordt gewoon de voorlopig nog. Dat is op de Belmer. Dan zien we Van der Wiel. Dan zien we Hekens. Dat zijn de mannen op 1 van het vuur. En wat ik al zeg, we moeten hier in de eerste plaats maken. In deze categorie 14 jaar oud. Op gaat gewoon de auto toch nog even los. En gaat hier naar voren in de eerste plaats. Hij komt er niet voorbij. Hij komt er niet voorbij.